Als kind kreeg ik al van mijn ouders mee dat niemand een eiland is. Politici, BN'ers, influencers, die horen we echt al genoeg. Dit is jouw moment, want West geeft jou spreektijd. De drie kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zijn sinds 2020 samengevoegd tot één gemeente. En dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Desondanks zijn er steeds meer initiatieven om deze drie kernen bij elkaar te brengen. Een van die initiatieven is het muzikale evenement Maestro, georganiseerd door de muziekvereniging De Harpe Davids. Een muzikaal evenement waar meerdere dirigenten het tegen elkaar opnemen om de titel De Maestro van Noordwijk. Drie uit Noordwijk, drie uit De Zilk en drie uit Noordwijkerhout. Ik ben uitgenodigd om deel te nemen als een van die kandidaten uit Noordwijk voor dit geweldige initiatief met als doel om saamhorigheid in ons dorp te behouden en te bevorderen. Dus niet jouw dorp, mijn dorp, maar ons dorp. Als kind kreeg ik al van mijn ouders mee dat niemand een eiland is en dat je je altijd moet inzetten voor je woonomgeving. U zult dan ook wel begrijpen dat ik het initiatief van Maestro met als doel verbondenheid creëren door muziek dus alleen maar kon omarmen. En ik hoop dat mijn mededorpsgenoten dit ook zullen doen. Ik zal proberen om altijd in ons dorp niet apart maar samen te blijven promoten. Ik hoop dat muziek alle mensen binnen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk blijft verbinden. Dus vooruit met de geit op de bok. Liefs, Loekie.